ben Esser, ik speel bij Heerenveen onder 19. Ik speel ook voor Nederlands elftal onder 18. Ik ben een flankspeler die veel scoort en belangrijk is voor het team. En Esser is dit keer uitgeroepen tot academiespeler van de maand. Het is een eer om dit te mogen meemaken. En om zo'n mooie kaart te krijgen is wel een beloning. Klopt het een beetje, de statistieken die erop staan? Ja, als ik zo kijk, zijn het mooie statistieken. Alleen paas boven dribbelen, die kunnen misschien nog wel anders. Maar voor de rest is het een mooie kaart. Ik ben er blij mee. Ja, hoe zou je jezelf omschrijven als speler? Nou, ik ben een flankspeler die nu ook vanaf de linkerkant speelt. En ik heb een goede dribbel en scorend vermogen. Hij is uitstekend begonnen. Hij is ook nog met Nationaal mee geweest. Heeft hij het uitstekend gedaan. En voor ons in het team is hij ook heel erg belangrijk. Dus het is nog een onder 18 jongen in een onder 19 leeftijd. En, maar daar heeft hij het, dat doet hij het echt goed. Ik denk dat ik nu in de competitie 3 wedstrijden, 3 goals heb en een paar assisten. Dus ik denk dat ik wel belangrijk ben voor het team en dat we goede dingen doen. En dat, ik denk daarom dat ik ben gekozen voor speler van de maand. Ja, hij is heel leergierig, wilt graag. Je ziet aan alles hij leeft echt voor het voetbal. Echt een respectvolle speler ook, zeg maar, ook binnen het team. Daar is hij gewoon heel erg goed eigenlijk, ook naar zijn medespelers toe, maar ook andersom. Dus je zou hem eigenlijk kunnen beschrijven als een lieve jongen wel. Misschien een lastige vraag, maar waar staat de SR over 3 jaar? Ja, ik hoop in het Avalanche stadion natuurlijk. Ik hoop niet wel binnen 3 jaar, maar natuurlijk wel, ik hoop wel zo snel mogelijk natuurlijk. Ik hoop niet dat het 3 jaar gaat duren, maar ik denk eerder. En ik hoop wel eerder. Ja. Ja, het is allemaal positief natuurlijk. Zijn er ook nog dingen die beter kunnen? Jazeker. Ik vind hem vooral aan de zonnebal. Daar moet nog echt wel bij, zeg maar, in het team gebeuren als we aan het verdedigen zijn. Je moet gewoon ook veel meer doen zonder bal. En voor het team, daar is hij mee bezig. Maar dat kan nog wel stukken beter. Ja, nu bij Heerenveen, maar wat is je ambitie in de voetballerij? Ambitie? Eerst natuurlijk hier bij Heerenveen doorbreken. Daarna hoop ik een mooie stap te maken naar een La Liga'tje, denk ik. La Liga of Liga vind ik ook wel een mooie competitie. Maar eerst hier in Heerenveen. Dus ik probeer hier zoveel mogelijk te spelen en hopen dat ik mijn kans zo snel mogelijk krijg. En daarna zien we wel waar we belanden. Dan Team of the Season in FUT. Ja, zeker. Die hebben we nu hier, maar ik hoop wel in FIFA natuurlijk. Zo snel mogelijk. Ja.